punt een woordje te plaatsen. Jullie wisten heel goed dat jullie kerstcoalitie met zeer krappe meerderheid op een bepaald moment zou geconfronteerd worden met een situatie als deze van vanavond. Door de afwezigheid van Schepen van de Winkel, wegens pijnlijke familiale omstandigheden, was het de voorbije dagen duidelijk dat jullie op mij rekenen om als tussenschakel voor de oplossing te zorgen. Ik ben iemand die veel begrip kan opbrengen voor een persoonlijke situatie die de politiek mijlenver overstijgt. Het overkomt ons allemaal wel eens, maar als we nu telkens door de 17-16-situatie het voorstel van de meerderheid zouden moeten volgen om de gemeenteraadszitting te verplaatsen bij afwezigheid van een van de leden van de meerderheidsgroep, dat lijkt me toch een stap te ver. Omgekeerd, om welke reden ook, als iemand van de oppositie zich afwezig zou melden, zou de vraag om een andere datum te kiezen zelfs niet geopperd worden. De voorbije maanden heb ik zowel binnen de gemeenteraad als tijdens de commissievergaderingen heel constructief meegewerkt. Met kritische vragen, maar zonder op de man te spelen. Ik heb wel het gevoel dat het constructief meewerken slechts van één kant komt en niet vanuit de meerderheid naar de jammer genoeg kleine N-VA-fractie. Ik voel een groot gebrek aan respect naar mijn partij toe en mezelf. Wat mij bij deze padstellingssituatie vooral heeft gestoord, is ten eerste het feit dat ik over de afwezigheid van Schepen van de Winkel eerder toevallig werd ingelicht. Ook aan het feit dat de meerderheid het formele engagement met betrekking tot het schrappen van een eerste herinnering bij een parkeerretributie niet is nagekomen, daar heb ik mij mateloos aan geërgerd. Dat noemt men, beste collega's van de meerderheid, arrogantie en ongenaakbaarheid. Maar wat mij enorm belachelijk en minachtend overkomt, is de ingeving die Schepenarens in deze nodig achtte om een bestuurslid van N-VA schriftelijk te benaderen. Via een omweg trachtte hij mijn stemgedrag van vandaag te beïnvloeden en op te dragen welk standpunt ik best zou innemen. Doe maar durven. Lef. Schepenarens, je bent zelfs te zwak om mij persoonlijk te contacteren. Weet dat uw neerbuigende houding en uw bedreigingen mij niet hebben geïmponeerd. Ik vraag me af of dit in opdracht was van uw collega's van de meerderheid. Zoals ik al zei, de voorbije maanden werd de gemeenteraad meermaals geschorst na zeer constructieve voorstellen van N-VA. Onze voorstellen werden steeds weggestemd. En uitgerekend jij spreekt over hoe we juist, constructief, correct en kritisch aan politiek moeten doen. Wel, je bent een voorbeeld van iemand die al deze termen uit zijn woordenboek mag schrappen. Dat heb je in het verleden ook voldoende bewezen. Je hebt het ook over geldverspilling ten koste van de stadskas. Het toe-eigenen van belastinggeld zonder er iets voor te doen, indien ik de zitting zou verlaten. Een flauw argument en iets waarvan jij zeker niet wakker ligt. Daarbovenop zeg je op dreigende toon dat jullie via de pers de publieke opinie hierover stevast zullen inlichten. Ik zou zeggen, doe dat gerust. Dat past bij de soort laag bij de grondse heldendaden die jouw schepenambtsvergoeding helpen verantwoorden. En laat mij niet lachen om hetgeen je beweert over jouw rimpeloos en constructief politiek verleden. Vertel vooral dat niet aan de pers. Het bestuur en ikzelf waren echt van plan om onze constructieve aanpak verder te zetten, ook tijdens deze zitting. Maar als vanuit de meerderheid door Schepenarens stappen worden ondernomen om individuele bestuursleden te beïnvloeden, mij via hen te chanteren en bovendien mij nog eens in een slecht daglicht te plaatsen, dan stopt het voor mij. Een grens is hier overschreden. Vandaar dat ik deze zitting verlaat.
Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.